Even wat tekstuitleg bij de eerste wedstrijd in je bestaan als voorzitter. En de vraag is? Nou, gewoon. Nou, nee, we hebben zometeen onze eerste schaatswedstrijd van dit seizoen. Het is de bedoeling dat het natuurlijk in de toekomst een klassieker gaat worden. Ja. En een wedstrijd voor de jeugd. Ja. En we proberen om hier nieuw talent te gaan ontdekken. Oké. Okay. Gerucht over Erben Wennemars. Ik heb die gerucht ook gehoord. Ik kan ze niet bekrachtigen op dit moment. Nee. Oh ja, dat is jammer. Maar goed, een beste afstand zo die 100 meter? Het is een schitterende afstand. We hebben schitterende ijsvloer. Ja. En nou, we hopen op een eerlijke wedstrijd. Ja, op een mooie wedstrijd. Ja. Wie gaat er tegen wie rijden? Dat is mij op dit moment allemaal hoe de indelingen gemaakt zijn. We hebben 4 leeftijdscategorieën en voor de rest is het een afvalrace. Okay. De winnaar gaat door. Gewoon ouderwets. Houden we er eentje over. Ja. Ja. Ja, nou ja, 4 dan. Ja, 4. Ja. Ja. Oké. Okay. Jongens en meisjes, in iedereen. Kom er allemaal bij. It makes you feel sad. Zo van de baan, en dan ga ik gewoon door. Want je moet wel langs de finish lijn. Anders. I apologize. If it makes you feel bad. See me so tense. No self-confidence. The world.